Want er wordt ontzettend hard gewerkt natuurlijk om al onze landgenoten veilig thuis te krijgen. Ja, en we hebben zojuist ook gehoord dat KLM toestemming heeft gekregen om de gestrande reizigers in Panama om die terug te halen. Dat meldt de Nederlandse ambassade daar. Het gaat dan om 2 vluchten op 26 en 29 maart. En deze vluchten zijn voorlopig dan de laatste mogelijkheid om terug te keren naar Europa. En dus is het dringende advies van de ambassade: neem alsjeblieft die vlucht terug, want anders dan is er waarschijnlijk geen mogelijkheid meer de komende tijd. Aan de telefoon heb ik Frank Oostdam van de ANVR. Goedemorgen. Goedemorgen. Vanuit Panama hebben we dus goed nieuws gekregen. Hoe gaat het verder met het terughalen van Nederlanders? Ja, en zo werkt het goed, hè? Want dat is het spel wat we nu met elkaar gaan spelen. Als wij mensen, en die hebben, zijn we nu in kaart aan het brengen via de website die we met elkaar in het leven hebben geroepen. Als wij weten waar de mensen zitten, dan moet BUSA proberen het voor elkaar te krijgen dat die landen even open gaan om ervoor te zorgen dat vliegtuigen kunnen landen, zodat de mensen kunnen terughalen. En dat gaat op zich nu best goed in die zin dat we de eerste dag, we zijn nu 1 dag verder, iets meer dan een dag, en we hebben nu pak een beet 10.000 mensen die zich geregistreerd hebben om teruggehaald te willen worden. Om welke website gaat het dan even? U noemde hem nog niet, maar om welke website gaat het en waar zitten er nog problemen? Ja, dat is de website bijzondere bijstand buitenland, .nl. En de problemen zitten eigenlijk door de hele wereld heen, hè, want de mensen zitten natuurlijk overal. Maar we merken nu wel dat bijvoorbeeld Zuid-Amerika is toch wel een continent waar wat problemen zitten. Chili, Peru, Argentinië, maar ook verder weg, Nieuw-Zeeland, zit toch nog een behoorlijk contingent mensen die terug willen. En ook in Europa, Spanje is toch nog wel een probleem. En Marokko, nou, er zijn nog veel landen. Maar goed, we zijn net bezig en we gaan dat systeem nu opschalen, zodat we over een paar weken toch wel de meeste mensen die terug willen, ook terug hebben. Ja, daar bent u dus druk mee. Nog heel even kort. Ja. Hoe gaat het bij de reisbureaus? Op welke termijn kunnen we weer denken aan een vakantie? Want dat gaat, neem ik aan, nog wel even duren. Nou, daar maken we ons natuurlijk grote zorgen over. Zeker ook omdat het kabinet nu gisteren ook nog een beetje verwarde boodschap de wereld in heeft gestuurd over tot 1 juni. Maar goed, wij hopen echt dat dat de zomervakantie niet in gevaar gaat komen. De meivakantie, die komt nu wel in de verdrukking. Daarmee lopen we nu behoorlijke klappen op. Maar ook die vakantieganger die niet op vakantie kan. Maar laten we hopen dat de zomervakantie een mooie zomervakantie gaat worden. Ja, dat hopen wij hier ook. En we horen daar van het kabinet later vast meer over.